De bouw van het nieuwe project In de Buurtuin langs de Parkweg in Nieuwland vordert gestaag. De buurt krijgt brede stoepen, veel groen en talrijke speelplekken. In totaal komen er 238 eengezinswoningen en appartementen. De oplevering van de eerste 27 woningen wordt in juni verwacht. Bij de entree van de Parkweg aan de Burgemeester van Harelaan komen twee kleinschalige appartementengebouwen. Elk gebouw bestaat uit 37 appartementen met 3 kamers en een balkon. De oplevering van de eerste 37 appartementen wordt eind dit jaar verwacht. Van de in totaal 238 woningen en appartementen zullen er 145 bestemd zijn voor de sociale verhuur. De overige woningen in dit project worden koopwoningen of woningen in de vrije huursector.